Maandag 12 mei vond op het sportpark van DHW in Schaik op de ledendag een bijzondere jubileumactie plaats. Geen elftal foto, maar een heuse clubfoto werd gemaakt. Ruim 700 leden en ruim 100 begeleiders en ouders van de jeugdleden waren aanwezig. Bijna net zoveel mensen als het voltallige ledenaantal van DHW. Aansluitend was voor de jeugdleden nog een ballonnenwedstrijd. Het blijft altijd indrukwekkend om zoveel mensen met hart voor de club bij elkaar te zien. Een bijzondere sfeer die Lander TV nu in de huiskamers brengt. We staan hier op het DHW-veld en naast me staat Mari van der Venne, want we zijn weer bezig met het 75-jarig jubileum. Maandag 12 mei, een dag voor een andere activiteit. Mari, vertel eens iets over. Ja, het is nu tijd voor de foto. Hier achterbij zie je alle rustende leden en de kaderleden, die komen op de tribune te staan. En dadelijk komt de jeugd er nog bij, die komt hier achter mij staan op het gras. En dan gaan we er een mooie foto van maken. Kan er allemaal wel op? Ja, de fotograaf die daar staat. Die is even weg, maar die weet ervan. Die weet hoe het moet. Hoeveel mensen zullen er bij elkaar zijn? Nou, we hebben bijna 1000 leden bij DHW en verwachten er vandaag 700. Die kunnen. Ja. Nou, dat is toch heel veel? Ja. Het was ook een hele organisatie om dat bij elkaar te krijgen. Is maandagavond al een lastige dag, een lastig tijdstip? Ja, het tijdstip is zeker lastig, want veel en zeker mensen die werken, die zijn nou pas komen snel naar huis, die mensen moeten eten. Maar ja, ze willen toch hier zijn, zoals je ziet, dus ze hebben het er wel voor over. De foto, waar komt die straks te hangen? We willen een plaatje in de kantine, maar het wordt een heel grote foto op canvasdoek. Dus we moeten even kijken waar het kan. Maar ja, dat je er een plaatje in de kantine krijgt of misschien in een andere ruimte, daar staat vast. Dan zijn ze allemaal vereeuwigd. Ja, dat is goed wel, ja. Nou, heel mooi. Hey, je hebt nog een andere activiteit zo dadelijk. Hè? Vertel daar iets over. Ja, we gaan daar nog een ballonnenwedstrijd houden. En dat zouden we eerst voor de jongste spelertjes doen, tot en met de E. Maar we hebben gezegd, ach, we doen allemaal. Dus ook de jongens van de meiden van de A, die mogen ook ballonnen oplaten. Ja, en de ballon die het verste wegkomt, en als je terugkomt natuurlijk, die krijgt een prijs. En elke leeftijdsklasse heeft een prijs. Oh, dus verschillende leeftijdsklassen. En voor de ouders natuurlijk een mooiere prijs dan voor de jeugd? Ja, zeker. En kun je iets verklappen van de prijs al, of niet? Nee, ze zijn eigenlijk niet bekend. Oh, ze zijn niet bekend? Nee, we moeten nog ons beraden, maar dat het mooie prijzen worden, dat staat vast. Ja. Dus de ballon die het verste wegkomt, die heeft de eerste prijs? Die heeft de eerste prijs en dan hebben we nog een tweede prijs en een derde prijs in die klasse. Nou, het weer is gunstig. Het is lekker droog en jullie kunnen ze hier midden op het veld opladen, denk ik? Ja, we hebben dit weer besteld. Hè. Dus, en we gaan nog midden op het veld staan, zodat de ballonnen niet in de bomen blijven hangen. En dan wordt een heel mooi gezicht, denk ik, en samen wegvliegen. Ik denk het ook wel. Hey, heel veel succes met de verdere activiteiten. Ja, dankjewel.